Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog van mijn kanaal. We gaan vandaag met chemicaliën werken. En het is echt best gevaarlijk, sommige chemicaliën. Het is zoutzuur en tin. Zoutzuur, daar heb je echt best wel wat veiligheid voor nodig. Maar oké, voor de English people, we have subtitle. En het belangrijkste is de veiligheid. Oh ja, we hebben ook nog een nieuwe intro. Eerst gaan we zoutzuur van 10% concentratie in een glazen fles doen. 1, er moet een oude bij zijn. En 2, je hebt een glazen fles nodig, anders dan gaat het fout. Ja. Zo, dat is ongeveer genoeg. Het zoutje zit er nu in. Nu het zinkt, de handschoentjes zijn niet meer nodig. Nou, eigenlijk wel, alleen dan krijg je de ballon die je er zo om de kop van de fles heen moet doen, er niet meer af. Zo, de bril hoeft ook niet. En dan ga je er gewoon wat stukjes zink in gooien, tot het gaat borrelen. Borrels. Nog een klein beetje. Nog een stukje. De ballon moet eromheen. Moet echt goed stevig. De stoffen die eraf komen zijn hartstikke gevaarlijk. Zo. En dan zou die zich op moeten gaan blazen. Jongens, doe dit echt na met een luchtmasker. En desnoods doe het niet na. Maar oké, vroeger werden we hier ook zeppelins mee gevuld. Dat zijn van die hele grote soort van luchtballonnen, langwerpige luchtballonnen. En daar vlieg je dan mee. Daar is toen een hele grote ramp mee gebeurd. Toen stond er heel veel in de fik. Vloog de zeppelin in de fik. En toen stortte die neer. Nu zijn de zeppelins van het anders gemaakt. En echt, doe je masker hierbij op. Moet. Van mij. Maken zijn, dat is waterstof en dat is dus blijkbaar lichter dan lucht. Het zoutje eet het zink op en dan wordt het dus opgezet naar waterstof. Helaas is de eerste ballon weggegaan, dus die gebruiken we niet meer. We hebben een nieuwe gepakt. Zoals jullie nu kunnen zien, gaat het een stuk sneller met de ballon. De ballon is best wel ver vol, dus ik denk dat we hem maar gaan afhalen. En de waterstof lichter zijn dan lucht. Wow, ja. Oh, ik heb mij gaan vliegen en een ballon gemaakt. Hé, hey, tot bij de maan. En weet je wat ook leuk is? De explosie. Halleluja. Kijk uit. Het zink, dat wordt opgevreten door het zoutzuur en dat wordt dan waterstof. En omdat waterstof lichter is dan lucht, gaat het omhoog en dan komt het in de ballon. Tot volgende week!